Weegschaal, welkom bij jullie reading voor de maand maart 2023. Dit is voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan of ascendant heeft. Het is een algemene reading voor het collectief, dus het kan en zal helaas niet voor iedere weegschaal resoneren. Neem alleen datgene mee waar je iets aan hebt, wat bij je situatie past en laat de rest los. Probeer het niet passend te maken als het dat niet is, weegschaal. We gaan meteen beginnen met het Moonology deck en kijken wat de belangrijkste boodschappen van het maan deck voor jullie is. Universum, wat zijn de boodschappen die eruit mogen komen voor het sterrenbeeld weegschaal voor maart 2023 voor weegschaal? Wauw, deze kwam er ook van Waterman volgens mij uit. Een nieuwe start. Je zult een nieuwe start maken. Een nieuwe start zit er aan te komen, weegschaal. Een nieuw begin. Rondom de nieuwe maan. Die we deze maand weer zullen hebben. Nieuwe maan in Ram. Oh, we hebben hier een volle maan in Ram. Een vurige climax zit er aan te komen. Fiery climax. Wauw. Oh, deze die wilde eruit. De rest liet ik vallen. En dan hebben we volle maan in boogschutter. Kijk naar het grote plaatje. Probeer het geheel te zien. Weegschaal. Wat nog meer? Wat mogen we nog meer op verwachten of ontvangen voor sterrenbeeld weegschaal universum? Nog één kaart alsjeblieft voor sterrenbeeld weegschaal. Laat de wereld je ware jij zien. Je ware ik. Durf jezelf te laten zien. Is de boodschap voor maart 2023. Laat je ware ik zien. Een nieuwe start zit eraan te komen. Kijk naar het grotere geheel. Een vurige climax. We gaan kijken, weegschaal, wat jullie spirit animal is en wat de boodschap is van de spirit animals van maart 2023. We hebben een havik. Hele mooie kaart. En dit is een boodschapper. Spirit stuurt jou een boodschap, weegschaal. En dan open je grotere visie om de tekenen die je doorkrijgt vanuit Spirit te kunnen zien. Dus open jezelf ervoor. Laat het naar je toe komen. Focus op prioriteiten en elimineer afleidingen. Je hebt een hele mooie toekomst die voor je ligt. En laat jezelf tot nieuwe hoogtes stijgen. Wauw. Dus jullie kunnen boodschappen doorkrijgen. En ja, probeer daar open voor te staan, zodat je ze ook kunt ontvangen. Onder op het dek hebben we een gans. Innerlijk weten. Je ziel weet de weg. Heb zelfvertrouwen, want je zult je bestemming bereiken. Loyale vrienden zijn altijd met je. Dus maak je geen zorgen. Je bent gezegend. En laat jezelf vliegen. Durf te vliegen. Ook weer durf, ja, je ware ik te laten zien aan de wereld. Hele mooie kaarten. Weegschaal. We gaan kijken wat de elfen voor jullie hebben voor maart 2023 voor het sterrenbeeld weegschaal. Elfen, wat is jullie boodschap voor weegschaal? Wat is jullie boodschap voor de maand maart? Ja. Waar zeggen. Dit is de kaart die er meteen uit wil springen voor jullie. Je vermogen om waar te zeggen is nu extra sterk. Je bent in staat om je huidige situatie kristalhelder te zien. En dat is een belangrijke boodschap voor maart, want we hebben hier ook kijk naar het grotere geheel. Dus een bepaalde situatie waar je op dit moment in zit. Je bent in staat of in de maand maart zul je die situatie kristalhelder zien.
als het ware een bepaalde helikopterview van bovenuit. Je zult de situatie zien voor wat het is. En onder op het dek hebben we magische geschenken. In welke situatie je ook zit, de elfen helpen jou met hun magische krachten. Ze vertellen dat jij op jouw beurt anderen kunt helpen. En dit kan ook met waar zeggen te maken hebben, letterlijk. Het kan zijn dat je heel helder voelend bent, een hele sterke connectie hebt op dit moment wellicht met spirit, met het hogere, met datgene waar je in gelooft. En heel sterk dingen aanvoelt of ziet. Weegschaal. We gaan de Grand Luxe tarot schudden en kijken wat de belangrijkste boodschap voor jullie is. Voor weegschaal voor de maand maart 2023 universum. Voor weegschaal. Wat is de boodschap voor weegschaal? Maart 2023 weegschaal. 3 kaarten alsjeblieft. Ja, dank u wel. Nog 2 kaarten alsjeblieft. Een nieuw pad, een nieuwe richting waar je over nadenkt wellicht, weegschaal, met de staven 2 als eerste kaart. Een kruispunt, wellicht voor een keuze komen te staan. Uit je comfortzone durven stappen. Je ware zelf te laten zien. Dit is een kaart van plannen maken, nadenken. Over die andere richting die je uit kunt gaan. Mogen we nog meer ontvangen voor weegschaal? Weegschaal voor de maand maart 2023. Weegschaal. Oeh, ja. Wat ik zeg, een nieuwe richting uitgaan. We hebben hier de dwaas. Een frisse nieuwe start. Optimisme. Ervan uitgaan dat alles goed komt. Ja, in het diepe springen. Een nieuwe start maken. Een nieuwe reis beginnen. Met de dwaas, ram-energie, heel sterk. Je kunt te maken hebben met een ram. Je kunt zelf een plaatsing hebben in een ram, het hoeft niet. Wat mogen we nog meer ontvangen voor weegschaal? Weegschaal. Ik heb het gevoel dat jullie in de maand maart iets nieuws gaan doen. En dat kan een nieuwe richting zijn op het gebied van je werk. Carrière, dit kan te maken hebben met een andere manier van denken, anders in het leven staan. Noem maar op, dus kijk hoe het met jezelf resoneert. Maar ik heb ook het gevoel dat jullie minder gaan aantrekken van wat je omgeving van dingen vindt. Als het gaat om het maken van een beslissing, een keuze. En dat kan iets zijn geweest wat de afgelopen periode, de afgelopen maanden wel heeft gespeeld. Waardoor je nog niet de zekerheid hebt of niet een bepaalde stap durft te zetten. Ja, en we hebben hier een toren. Schorpioenenergie. Een torenmoment. Een plotseling inzicht. Een plotselinge situatie waardoor dingen losgelaten worden. Of waardoor die nieuwe start kan beginnen. Dit kan een plotseling inzicht zijn. Ja, er gaat heel snel in de maand maart vooruitgang plaatsvinden. Hele snelle beweging met de staven 8. Dit kan ook te maken hebben met communicatie die daar binnen gaat komen. Sowieso in de maand maart zie ik voor jullie heel veel activiteit, heel veel communicatie. Heel veel communiceren met iemand. Snelle vooruitgang. En de hoge priesteres ligt daaronder. En ik wil weer gaan schudden, maar ik ga ze verklaren met de Golden Tarot. Hoge priesteres. Luisteren naar je innerlijke weten, je ziel, naar je intuïtie. Dit is iemand die het weet. Omdat de tekenen, haar gevoelens, de tekenen komen van binnenuit, weegschaal. Je gevoel, de stem van je ziel, je binnenste kern, je intuïtie, geeft iets aan. Oh, ik gooi alle kaarten omver. Ik laat hem hier liggen en we gaan het verklaren. Die staven 8. Die snelle activiteit, snelle vooruitgang. Kansen, mogelijkheden wellicht. Oh, en er vliegt een kaart uit.
Ja, communicatie. Hier is een boodschapper met een schildknaap van zwaarden. Het kan een jonger iemand zijn. En het kan ook een kaart zijn van op onderzoek uitgaan. Meer informatie willen krijgen over iets. Of meer informatie krijgen. Waardoor je de situatie helderder ziet. Waardoor je ja, het grote geheel ziet. Staven 8, universum. Je kunt te maken hebben met iemand in een situatie, in een werksituatie of in een relatie, in een connectie. Het kan ook vriendschappelijk zijn, maar iemand die altijd alles beter weet, ervan uitgaat. Ja, ik kan het wel, ik kan het alleen. En overtuigd is van zijn eigen gelijk. Iemand die ook wat kritisch kan zijn op anderen, want zijn manier is de beste manier. Iemand die wat voor conflict of irritatie kan zorgen. En je kunt het gevoel hebben dat je te maken hebt met een hele kinderachtige energie. In de manier van communiceren. Maar we hebben hier de zwaarde 6. En dit is inderdaad de situatie van conflict verlaten. Naar kalmer vaarwater. Stress loslaten. Kan ook te maken hebben met bepaalde denkpatronen. Met al die zwaarden. En de energie van ja, denken. Het mentale. En weer je intuïtie volgen. Met de koningin van Kelken onder op het dek. Waarom ligt hier die schildknaap van zwaarden? Onder de staven 8. Staven 8, beweging. Het kan ook zijn dat je veel onderweg zult zijn. Dat je gaat verhuizen, kan het zijn. Het kan zijn dat je gaat reizen. Maar er gaat ja, een verplaatsing, een vooruitgang plaatsvinden in maart. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden voor weegschaal? Schildknaap van zwaarden. Pentakels 5. Kan een kaart zijn van je focussen op ja, hetgene wat er mist. Dit kan een gevoel van een gemis zijn, een gevoel van eenzaamheid. Een gevoel van buitengesloten zijn. Nog een kaart voor de schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden. Staven 3. Plannen maken voor de lange termijn. Wachten. Wachten totdat er succes behaald kan worden in die situatie waarin je te weinig middelen hebt. Dit kan ook met je financiële middelen te maken hebben. Dit kan met inzet of investering van een ander te maken hebben. Dit kan met te weinig beloning krijgen in de situatie waar je op dit moment zit. En je kijkt naar de toekomst. Je staat open voor nieuwe opties. En het kan zeker te maken hebben met geldzaken. We hebben hier de kaart van ja, ultieme stabiliteit, zekerheid, veiligheid, financieel, balans. En dit is ook de kaart van het gezin, de familie, het huis. Pentakels 10, een hele mooie kaart. Dus we gaan van de pentakels 5 meteen naar de 10. Waardoor er komt communicatie over iets waar je op wacht. Met die staven 3, iets waar je ook voor gewerkt hebt met de staven 3. Dit is plannen die je hebt gemaakt in de afgelopen periode of wellicht over een aantal maanden. En je wacht op resultaat. En dat kan te maken hebben met je financiën waar je aan gewerkt hebt. Het kan te maken hebben met een nieuwe carrière. Maar het heeft te maken met zekerheid, met stabiliteit. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je familie. Voor sommigen heeft het te maken met je pensioen. De pentakels 10, dit gaat ook over... Ja, dit is een familiesituatie. Opa... Kinderen, kleinkinderen, zekerheid, iets nalaten. Waardoor eindelijk een situatie achter je kan laten. Met pentakels 5, dat is de situatie die je achter je laat. Daar komt positieve communicatie binnen.
Waarom liet hij de staven 2 voor weegschaal? De staven 2. Staven 2. Ja, dit is iets waar je naartoe werkt. En voor velen van jullie zal dat echt met je financiële situatie te maken hebben. Staven 2 voor weegschaal. De situatie waar je hard aan hebt gewerkt. Dit is werken aan je pentakels. Werken aan die munten. Dit kan ook zijn werken aan bepaalde skills, gaves die je hebt. Ergens het werk in stoppen. Je tijd, je energie in stoppen. Nog een kaart voor de staven 2 voor weegschaal. Staven 2. En ik wist het. Ik zag hem niet, maar ik voelde het gewoon dat dit de koningin van zwaarden. En dit is iemand die gefocust kan zijn op zijn carrière, op zijn baan, zijn werk. Dit is iemand die op emotioneel gebied al heel veel mee heeft gemaakt en daardoor zich nu emotioneel wat afgesloten heeft. Staat wel altijd open voor eerlijke en open communicatie. Iemand die, dit is, als het een vrouw is, inderdaad een krachtige vrouw. Iemand die weet wat ze wil, zich uitspreekt, duidelijk is, er geen doekjes om wint. Een hele scherpe tong heeft. Zich niet laat ondersneeuwen door anderen. Het maakt daar ook niet uit wat anderen ervan vinden. Dit is iemand die doet wat ze zelf wil en wat goed voor haar is. Wat goed voelt. En ze laat zich niet beïnvloeden of kleineren door anderen. Dit is iemand een hele krachtige energie. Het kan een zelfstandige of een alleenstaande ouder zijn. En ja, dit is een koningin. Dus het kan een vrouwelijke persoon zijn, maar het kan zeker ook mannelijk. We hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energie in ons. Dus je weet waar je aan werkt ook. En je stopt hard werk ergens in. Je ziet de toekomst anders voor je met die staven 2. Je wil vooruitgang. En zeker ook op financieel gebied. En zoals ik zei, het kan een alleenstaande moeder zijn. Je wil ook stabiliteit opbouwen voor je kind of voor je kinderen. En het is, je hebt een idee, een nieuwe start met die dwaas. Maar je hebt ook het gevoel misschien dat anderen je een dwaas zullen vinden. Of in de afgelopen periode, zoals ik zei, de afgelopen maanden heb je dat misschien gehad. Maar in de maand maart gaan jullie in het diepe springen. En het maakt je niet meer uit wat anderen daarvan vinden. Waarom ligt die dwaas hier? Waarom ligt die dwaas hier? Waarom ligt de dwaas hier? Voor weegschaal. Pentakels 3. Ja, een situatie zal succesvol zijn. Dit is inderdaad werken aan je talent, aan je skills. Dit is ook erkenning krijgen met de pentakels 3. Dit kan te maken hebben met... Kijk, deze twee mensen kijken naar de persoon die aan het werk is. En waarderen dit. Ze hebben waardering voor deze persoon. Zien zijn talenten, zijn gaves. En dit kan ook te maken hebben met een samenwerking. Sommigen van jullie weegschaal zullen een samenwerking aangaan in de maand maart. Maar je bent iets aan het manifesteren. En het gaat de goede kant op. Dat risico nemen, dat zal lonen. Ja, investeren. Met de pentakels 7. En we hebben de zwaarde 10. Ja, je beseft je dat een bepaalde situatie of een werksituatie waar je in hebt gezeten, een samenwerking met iemand, je hebt heel veel geïnvesteerd. Je kijkt terug op wat heb ik geïnvesteerd hierin en dat kan met geld te maken hebben. Je kunt het besef hebben, ik heb ergens in geïnvesteerd, maar ik krijg niet datgene eruit wat ik graag wilde. Dus het is tijd om het terug te trekken uit deze situatie. En ik ga mijn werk, mijn investering ergens anders in stoppen. Iets wat me de 10 van pentakels brengt. In plaats van die 5 van pentakels. Voor sommigen kun je tot het besef komen dat je een domme fout gemaakt hebt. Of een stomme zet gedaan hebt.
met de dwaaskaart hier. Ja, ik heb wel het gevoel dat jullie op een kruispunt komen. En een andere richting gaan kiezen. Je gaat terugkijken, waar heb ik in geïnvesteerd? Wat is daar uitgekomen? Je bent plannen aan het maken voor de lange termijn. Je wil ook iets wat ja, stabiliteit brengt, zekerheid, veiligheid voor jezelf, ook op financieel gebied. Dus je besluit inderdaad naar een kalmer vaarwater toe te gaan. En dit besluit kan komen doordat er communicatie binnenkomt. En dit kan ook communicatie zijn over positieve mogelijkheden. Waarom ligt hier de toren? Oeh, ja. Zoals ik zei, positieve mogelijkheden, een gouden kans. De aas van pentakels. Dit is iets wat uit ja, het universum wordt aangeboden. Een hand vanuit het universum. En die krijg je niet zomaar. Dit is omdat je harde werk, je inzet met die pentakel 7, je geduld, wat je hebt gehad in een situatie. Want dit is ook een kaart van geduld. Wachten. Inzet. Hard werken met die pentakels 8. Gefocust zijn op datgene wat je doet. En dan de aas van pentakels. Plotseling. Het kan zijn dat je een plotseling succes behaalt. Waardoor je weer verder ergens in kunt investeren. Maar we hebben hier de kelken 6. Een kaart van terugdenken aan het verleden. Herinneringen. Mooie herinneringen. Een tijd toen je je gelukkig voelde. Toen je je echt gelukkig, veilig, zeker voelde. En dit zijn twee jonge mensen, twee kinderen. En dit is de gedachte van het meisje op de foto. Ze denkt terug aan vroeger toen ze een bos bloemen kreeg. Want ze had een hele sterke connectie met bloemen, met de natuur. En ze voelde zich heel veilig, heel zeker. In de tuin, bij het huis. En ik heb het gevoel dat dit heeft te maken met iets van vroeger. Iets waar je in geïnvesteerd hebt wellicht en wat nu terugkomt naar jezelf. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met een erfenis of iets wat verdeeld wordt. Land, een huis. Want dit kan om grote geldbedragen gaan, ook die aas van pentakels. En met de kelken 6, soulmate energie. Verbonden aan vroeger, verbonden aan je kindertijd wellicht. Dus met de pentakels 10 zie ik inderdaad familie, een familiesituatie. Waarom ligt hier de aas van pentakels voor weegschaal? De aas van pentakels. Kelken 7. Opties. En dit is een energie van illusies, onduidelijkheid, een situatie niet helemaal helder kunnen zien. Ja, we hebben hier liggen, laat de wereld je ware ik zien en kijk naar het grotere plaatje. Hebben we twee keer hier liggen, probeer het grotere geheel te zien. En die toren, dat kan het plotseling inzicht zijn in welk kelk ga ik kiezen. Wat is voor mij de beste optie? Het kan ook zo zijn dat je al een hele lange tijd bepaalde wensen hebt, hoop hebt dat er iets gaat gebeuren, maar dat je bent blijven vasthouden aan die hoop. En het kan misschien iets zijn wat totaal niet realistisch is. Waardoor je niet verder bent gekomen. Dit kan ook een kaart zijn van inderdaad, ja, bijvoorbeeld iemand die denkt, ja, volgend jaar ga ik de loterij winnen. En daar helemaal van overtuigd zijn en ervan uitgaan. En op die manier dus gewoon de verantwoordelijkheid in het dagelijkse leven om te voldoen aan je basisbehoeften, je rekeningen te betalen en zo. Nee, het komt allemaal goed, want volgend jaar win ik de loterij. Dus eigenlijk een beetje van uitstel komt afstel. De situatie gewoon niet helder zien. De situatie door een roze bril zien. Niet alles wat glittert is goud. Nog een kaart voor de aas van pentakels. Wauw, de kelken 10. Het ultieme geluk.
Happily ever after. En weer een gezinssituatie. Kelken zes. Dit kan met kinderen te maken hebben ook. We hebben de ridder van staven. De reizende ridder. Boogschutterenergie. Het kan zijn dat er plotseling iemand uit het buitenland bijvoorbeeld terugkomt. Of iemand uit je kindertijd die je al heel lang niet gezien hebt. En je kunt misschien denken, ik zie het niet goed. Of je kunt je ogen niet geloven. Het komt onverwachts. We hebben hier de magier. Tweelingenergie. Een energie van manifesteren. Je wensen mogelijk maken. In je echte wereld. Dus ik heb ook het gevoel dat jullie van een soort van droom, illusie, meer realistisch gaan kijken naar een situatie. En dat komt doordat je het complete plaatje ziet. De ridder van staven is iemand die heel gedreven is, gepassioneerd, een avontuur in wil duiken, nieuwe mensen wil leren kennen. Onder op het dek hebben we de zwaarde 7. Met die magier. Strategie bepalen. En op een hele slimme manier. Het kan zijn in de weegschaal dat je in het verleden iets op een hele slimme manier aan hebt gepakt. Met die zwaarde 7. Dat is ook een energie van wat stiekem zijn. Waarom ligt hier de magier? En nog een grote arcana kaart. De zegenwagen. Een kaart van succes behalen. Iets achterlaten. Reizen. Hele sterke energie van reizen. Met de ridder van staven, de zegenwagen, de zwaarde 6. Onderweg zijn. En staven 8. Snelle vooruitgang, onderweg zijn. Ja, het kan zijn dat je iemand gaat ontmoeten. Iemand die je heel lang niet hebt gezien. Het kan een familielid zijn, soulmate energie. Het kan ook een vriendschap zijn, van kinds af aan. Waarom ligt hier de ridder van staven? Het kan een liefde zijn die je vroeger hebt gehad. Een ridder van staven wordt verklaard door de zwaarde 5. Dus we hadden net die zwaarde 7. Zwaarde 5. Zwaarde 5. Ja, dit kan te maken hebben met conflicten. Met een verlies. Een verlies accepteren. Dit kan ook te maken hebben met een plan maken. En de dingen op een, net zoals met die zwaarde 7, op een slimme manier aanpakken om je doel te bereiken. Zwaarde 5 kan zijn willen winnen, kosten wat het kost. Dus je kunt te maken hebben met zo iemand. Iemand die ook bereid is om wat manipulatief te zijn. Een leugentje om best wil te vertellen. Om datgene te bereiken wat hij wil. We hebben hier ram, leeuw, boogschutter onder op het dek. Heel sterk ram hier liggen. Maar er komt plotseling een kans, een mogelijkheid. Waarom ligt die kelke 10 hier voor weegschaal? Ja, kijk, en daar komt die kelk vanuit de hemel. Het kan iets zijn wat je niet ziet.
iets wat er al is op dit moment. Een gouden kans, een mogelijkheid. Iets wat je niet ziet met die kelken 7. Je bent verblind. Je bent gefocust op andere dingen. Met de kelken 3 die hier rechtop staan, dat is waar je op gefocust bent. Je bent misschien ook verveeld in een huidige situatie. Je wil een nieuwe start maken. Je wil vooruitgang. Want het is elke dag hetzelfde liedje. Maar ik heb het gevoel dat er al mogelijkheden zijn die je gewoon niet ziet. Omdat je het hele plaatje niet ziet. En met het torenmoment gaat er dus helderheid komen. Duidelijkheid komen. En het kan zijn dat je heel snel gaat reizen. Of er kan communicatie binnenkomen vanuit van iemand uit je kindertijd. Of iemand waar je herinneringen mee hebt. Maar er zijn kansen die je niet benut wellicht. Omdat je je focust op een gemis van iets met die pentakels 5. Je wil van die pentakels 5 naar de pentakels 10. Je wil naar kalmer vaarwater. Je gaat ook naar kalmer vaarwater. Er komt communicatie binnen wat positieve vooruitgang brengt. Je bent bereid inderdaad een nieuw start te maken, in het diepe te springen en er gaat een torenmoment plaatsvinden. Maar in deze hele situatie hebben we wel net de zwaarde 7 gezien, de zwaarde 5, de ridder van staven. Dit kan iemand zijn die in en uit is, iemand die gebakken lucht verkoopt. Kan iemand zijn die spelletjes speelt. Of je herinnert je deze persoon op die manier. Kelke 6 is aan mooie herinneringen denken. Nog een kaart voor de kelke 6. Kelken 6. De kluizenaar. Een innerlijk licht schijnen. Terugtrekken van een situatie. Soul searching. Werken aan jezelf. Healing. Voor jezelf bepalen. Wat is het wat me echt gelukkig maakt? En dan volle vaart vooruit. Willen winnen kosten wat het kost. En de boodschap hierbij is. Zie ook wat er al om je heen is. Probeer je verstand. Je slimme verstand te gebruiken. In plaats van impulsief te zijn, onderdachte acties, probeer je verstand te gebruiken inderdaad. En probeer het op een slimme manier, probeer het voor jezelf makkelijker te maken. Kijk, op de zwaarde 5, twee personen op de achtergrond hebben het al opgegeven. Want 5 zwaarden tegelijk dragen is te zwaar. Deze persoon heeft 2 zwaarden in zijn hand. 2 liggen er op de grond en 1 heeft hij in zijn andere hand. En hij wil winnen, koste wat het kost. Hij wil die 5 zwaarden. Dus het is belangrijk om inderdaad een planning te maken. Structuur aan te brengen. En alles stap voor stap te doen. Dus we hebben wel een hele snelle energie met de zegenwagen, met de ridder van staven. Beide hele snelle energie. En er komt hele snelle vooruitgang. Er komt echt iets. Het kan schokkend zijn. Iets wat je niet verwacht, maar wat wel in één keer de situatie kristalhelder maakt voor je. En ook iets wat, kijk, we hebben de pentakels 9. Dus iemand die succes behaalt. Iemand die ook gefocust is op het financiële stuk, op zijn carrière wellicht, hardwerkend. Kan iemand zijn die nogal materialistisch is. Of aan zichzelf denkt ook. Maar we hebben daaronder balans,
gerechtigheid, gelijkwaardigheid, de zon, leeuwenergie. En met de gerechtigheid hebben we weegschaalenergie. En dit is inderdaad een bevrijding, helderheid, duidelijkheid, een spirituele ontwaking. Je innerlijke kind omarmen met die kelken 6 en je niets aantrekken van wat je omgeving daarvan vindt. Kijk, het kind op het paard zit naakt, maar het boeit allemaal niet. Dit kind is gelukkig, optimistisch, vrolijk. De zon schijnt. Een hele jeugdige energie ook. En daaronder nog een jeugdige energie met de dwaas. Wederom. Voor de tweede keer. Ramenergie. Een frisse nieuwe start maken. In het diepe springen. Optimistisch zijn. En weer die zon die schijnt. Dus ik heb het gevoel dat er iets heel moois gaat komen. En het kan een plotseling inzicht zijn. Maar er vindt een torenmoment plaats. Een hele snelle vooruitgang. Een hele snelle energie. En het kan letterlijk zo zijn dat je je gaat verplaatsen. Het kan zijn dat je teruggaat naar een plek waar je vandaan komt. Het kan ook zijn dat iemand vanuit je kindertijd terugkomt. Dus ja, kijk hoe het resoneert. En als het resoneert, geef me een like, abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En ik wens jullie een hele mooie maand maart toe. Heel veel liefde en licht. Weegschaal en tot de volgende keer. Dag!